We beginnen met de terrassen. Filmen. In de bar. Nu is het ook 30. Dat zijn niet eens foto's van de bar. Dat is een foto's van de bar. Ja, dat is een goed dingetje nog hoor. Ja. Filip heeft precies dezelfde. Nu is het ook 30. Jongens, nu moeten de foto's zien, want dan gaan morgen niet meer zo zijn. Ik ga het nog. Kunnen slapen. Ze nemen het aan de zijn. Kussens en sanitair zijn wel eigenlijk van goede kwaliteit en gerenoveerd. We hebben de bar hier in eigen beheer, de keuken hier heeft over, de mensen zullen ons wel goed verzorgen. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Ik en Mark hebben een paar ritjes uitgestippeld, wat dat ook denk ik wel de moeite zal zijn om op te doen. Een paar regelingen. Ik zal zelfs rondkomen voor de bijdrage en ik zal misschien ook direct nog 10 euro extra vragen voor de drankpot. Het verbruik dat hier gebeurt, dus iedereen die dorst heeft en zich nog gelukkig voelt om iets te drinken, die dan kan, die bestelt iets. Het is niet de bedoeling van iets te bestellen en dan niet meer uit te drinken. 'S morgens doen we telkens een afrekening met de beheerder hier. Dus we hoeven enkel te betalen de inkoopprijs van een drank. Dus dat is voor ons wel eigenlijk een pluspunt. En dat altijd wel een goede koop. Wij gaan met 10 euro beginnen. Als die pot op, zal ik nog wel een keer langskomen. Morgen dus. Dat we beginnen met 20 euro. Ja, dat is eigenlijk een beetje makkelijk. Dan we zien of we de dagen al ermee kunnen doen. Nu we deze avond nog, dus zelfs gaan we om 5:30 eten. Na het eten, wie dat zich nog een beetje wil verfrissen of iets anders aandoen, iedereen is daar vrij. Om 7:00 worden we verwacht op de Geneverstokerij, hier een beetje verderop in Nieuwerkerken. Dus dat zal een beetje heen en weer pendelen zijn, dus niet zo ver, maar dat zal wel in 2-3 shiftjes moeten gebeuren, denk ik. En Ginter gaan de mensen ons een beetje een uiteenzetting doen. Van hoe dat zijn we in Geneve te stoken, met hier en daar een anekdote bij. Als dat afgerond is, komen we weer zoetjes aan richting Haaslem afgedwarreld en dan kunnen we degenen die nog dorst hebben hier iets nuttigen. En morgen vroeg, 7:00, 7:30, het ontbijt en rond 9:15 zo gaan we het startschot geven. Met hier en daar nog een fotootje. En voor de rest hoop ik dat iedereen zich amuseert. Ik zal zeggen, houd het voorzichtig. Ik heb het vorige week aan de hebben ondervonden. Hou voldoende afstand morgen en de komende dagen. En als er iets is, laat iets weten. En voor de rest, een fijne dag. Dus we bakken soms een nieuwe liqueur en dan zeggen we ja, hoe gaat de naam zijn? En dan gaan we dat proeven. Ik weet nog goed, en dat ik heb deze flessen gekocht in Gersbergen. En dat was gewoon opgeschreven kruidenbitter. Ik zeg tegen mijn bloed, zaterdag zal ik zeg, nou wordt het tijd aan de naam komen. Nu dat doen we altijd zaterdag zelfs. Dus wat beginnen wij? We pakken ons fles van leeg en we beginnen te proeven. En we waren aan het zoeken, dat begon ook nog maar niet. Alleen, hoeveel dat we geproefd hebben, dat weet ik weer. Op een bepaald moment begon we wel te zien. Chantandré, toujours. Chantandré. Zo moet het gebeurd zijn, denk ik. Dat is ook nog een goede. Ik vind dat vol beer kwijtgeraakt.